Het Amerikaanse praatprogramma Detok gaat nog langer op zwart vanwege het lopende onderzoek naar Sharon Osbourne, een van de presentatrices. Zender CBS laat aan. Amerikaanse media weten dat de talkshow nog zeker een week niet te zien zal zijn. Tekst gaat verder onder advertentie. De echtgenote van rocker Ozzy Osbourne werd beschuldigd van racisme na een discussie met een van haar mede-presentatoren. Vervolgens doken verhalen op dat Osbourne de afgelopen jaren achter de schermen racistische opmerkingen heeft gemaakt tegen haar collega's. CBS startte een onderzoek. Inmiddels is dit ook al een week niet op de buis. Wanneer het programma gaat terugkeren, is nog niet duidelijk. Ze kijken naar alle beschuldigingen, aldus een woordvoerder. Osbourne kreeg in de veelbesproken uitzendingen woordenwisseling met Sheryl Underwood, een van de andere presentatrices. De dames raakten met elkaar in de clinch over het feit dat Osbourne haar goede vriend Piers Morgan had verdedigd nadat hij had uitgehaald naar Meghan Markle na haar interview met Oprah Winfrey. Underwood vroeg Osbourne wat mensen ervan moeten denken dat het erop leek dat zij daarmee zijn, door velen als racistisch bestempelde, uitspraken goedkeurde. Osbourne werd boos en vloekte flink in de aflevering. Na de uitzending kwamen verhalen naar buiten dat Osbourne, al meer dan 10 jaar van de gezichten van Detok, achter de schermen racistische opmerkingen maakte tegen haar collega's. Zo vertelden ingewijden dat ze haar Chinees-Amerikaanse oud-collega Julie Chen aansprak met onder meer wonton en dat ze haar lesbische oud-collega Sarah Gilbert onder meer visseneter noemde. Osbourne ontkent dat te hebben gedaan. Buzzelets blok ADS.